Dan is het woord aan de heer Van Aragon namens bewonersorganisatie Bomenbuurt. Goedenavond, mijn naam is Johan van Aragon. Inderdaad, namens de bewonersorganisatie van de Bomenbuurt. Ik weet niet of u de laatste tijd nog wel eens bent geweest in de Acaciastraat, maar de straat wordt gedomineerd door twee grote spandoeken. En die twee spandoeken die staan symbool voor de situatie zoals die nu heerst rondom de Kruin. De ene spandoek schreeuwt: bouw uw eigen droomhuis. En de andere roept daartegenin: handen af van de Kruin. Twee spandoeken, maar met elkaar praten ze niet. Wie zou moeten beginnen met praten? Je zou eigenlijk wel zeggen dat degene is die begonnen is met roepen, die van het droomhuis. Maar in plaats daarvan is er het spandoek. Er heeft, zo wordt het toch wel gevoeld, een overval op klaarlichte dag plaatsgevonden. En daarna is het oorverdovend stil geworden. De Kruin, het is net ook al gezegd, voorziet in een behoefte. Zowel van bewoners, er zijn heel veel bijeenkomsten, vanuit de bewonersorganisatie bekeken. Wij organiseren daar bewonersvergaderingen over van allerlei onderwerpen. We hebben nog niet zo lang geleden een politiek café gehad, waarbij de Kruin stampvol was. Maar ook de gemeente organiseert daar van alles. Jongereninitiatief, inburgeringsavonden, voorlichtingsavonden. Dat kan, daarin voorziet de Kruin dus in een behoefte en de Kruin kan dat nog heel lange tijd blijven doen. Wat ons betreft. Veel bewonersinitiatieven die beginnen ook in de Kruin. Ook initiatieven die de buurt overstijgen. Regelmatig zijn er bijeenkomsten met bewoners van andere Zegbroekwijken. Die worden vaak in de Kruin gehouden omdat zo'n onderkomen in Vogelwijk of Bloemenbuurt niet te vinden is. Een gebouw met meerdere ruimte, van klein naar groot, dat betaalbaar is, laagdrempelig, kom daar nog maar eens om. In de Bomenbuurt hebben we in ieder geval nog geen ander alternatief kunnen vinden, ondanks pogingen die daartoe zijn gedaan. Het zou dus een slag zijn, en niet alleen voor de bewonersactiviteit in de Bomenbuurt, als de Kruin zou verdwijnen. Daarom pleit de bewonersorganisatie ervoor dat er weer een gesprek op gang komt. Maar dit keer dan wel een gelijkwaardig gesprek en geen dictaat. Een gesprek waarin de buurt serieus wordt genomen. Waarin geen oude schoenen worden weggegooid voordat er nieuwe zijn. En waarin de Kruin net zo serieus wordt genomen als dat droomhuis. Een droomkruin voor alle bewoners van de Bomenbuurt en omgeving. Een gelijkwaardig gesprek dus tussen Kruin en de gemeente. En de bewonersorganisatie biedt daarbij graag haar diensten aan. Wij doen een beroep op u om dat te ondersteunen. Voor een droomkruin. Dank u wel. Dank u wel.